Een hele goede morgen, welkom bij deze vakantievlog. Ja. We zijn op Schiphol aangekomen, we stonden bij de security. Daar was nogal gedoe, ik was natuurlijk en vergeten mijn tablet uit de tas te halen en mijn vlogcamera uit het tasje te halen. Dus, nou, volgens mij zijn we nu ongeveer allemaal gecontroleerd, dus ik hoop niet dat ik dat heb aangericht. Kijk. Hi. Hoi allemaal. Heb je er zin in? Ja, zeker. Kijk, hier staat er nog iemand. Hoi. Zit een stofje op je camera? Oh jee. Hoi is er ook. En mama staat nog even bij de security. Dus, en dan zijn we door de alles heen. Dan kunnen we even gaan shoppen of wat dan ook. En straks naar de gate. Kijk, zo doe je dat. Dat is handig. Moet er ook nog ergens aankomen. Oh, papa gaat lopen. Dag pap. Ja, ik doe je koffer wel, hè? Ja, dat is goed. We zitten inmiddels in het vliegtuig. Hi. Gaat het goed? Het gaat helemaal prima. Iedereen is nog aan het instappen. Roy en Laura en mama zitten daar. Een rijtje naast ons. En wachten tot we opstijgen. Zo, we zitten in de bus. Hoe is het, mam? Ja, goed. Dus je schrijft een dingetje. Fijne vakantie voor jullie allemaal. Nou, dankjewel. Goeie vlucht gehad? Prima vlucht. Ja, toch? Ja. Kijk, papa's dan. Met jou? Nou, alle spullen staan erin. En ja? Rest ons nog het laatste stukje. Een busreisie. Ja. Dus ik heb ingecheckt en... Goed, zelf onderaan. Laura en Roy zitten ergens daar achterin, maar ik weet niet waar. Geen idee. Die zien we straks alweer. Nou, we zijn aangekomen. Gaaf. Hoe vind je het? Ja, super. Ja, gaaf hè. Kijk jongens, dit is ons uitzicht vanaf de zijkant. Dit is het... Oh, wat gaaf. Ik zal het even zo laten zien zonder dat ik mijn camera laat vallen. En als je dan draait... Ja. Dit als uitzicht. En dit... En daar nog. En hieronder nog. Kijk eens even hoe gezellig. Zo, een hele goede middag. Welkom in Virgola. We zitten lekker bij het zwembad. Er staat wel een hele harde wind, maar het is 26 graden, dus het is lekker. De rest ligt daar. We gaan nu even eten. Het is al lunchtijd. We hebben vanochtend even boodschappen gedaan. En lekker ontbeten hier beneden. Dat ben ik eigenlijk een beetje vergeten te filmen. Er komen nog zandagen aan. Als je toch al filmt. Dames en heren. Dames en heren. Kun jij deze vasthouden? Ja, dat wil ik. Die vergeet ik het af te doen. Kijk hoe koud het is. 'S Winters is het koudste. Koeien op het ijs dansen. Kom op, Lau, niet zo. Hij vindt het lekker, hè, die kleine. Nou, ga je gang. Stiefkaas. Oh, ik ben zo koud. Kom op. Kom op. Zo, inmiddels gedoucht en aangekleed voor de avond.
lekker een beetje over de boulevard piegen. Wacht, ik zal even daar gaan staan. Een beetje te kijken naar alle bedrijvigheid beneden. Er is een stuk minder bedrijvigheid als dat we de vorige keer waren, maar alsnog heel gezellig. En nou, daar zit nog niet een schone persoon. Die moet nog. Maar deze is ook al helemaal schoon. Hallo. Heb je lekker gedoucht? Ja, heerlijk. Zo. En hoe was je voor de eerste dag? Wacht even. Super. Ja, even wachten, want nu ben je pas weer in beeld. Super. Ja? Ja. Heb je het naar je zin? Zeker. Roy ook? Nee, mooi. Goed zo. Zo gaaf. Echt zo mooi uitzicht hier. Allemaal badpakken en dingen van vanmiddag. Alles even drogen vanmorgen. En dan gaan we het zien. Het wordt al... De zon is al een beetje aan het ondergaan. Oh, kijk, en daar. Kijk, Laura. Dat wil ik jou ook even laten zien. Dit wat je in zee ziet. Ja. Ja, dan moet je hier komen staan, anders zie je het niet. Ik ga voor hun even inzoomen. Die dingetjes die je daar ziet, dat zijn waterfietsen. En daar zit een glijbaantje achterop. Ja, dus als die kinderen dan... Ja, als die kinderen dan willen glijden, kunnen ze er vanaf. Zo leuk. Natuurlijk. Nou, we zijn gearriveerd in het restaurant. Eerste avond. Hey. Dus eetstraat zal ik zeggen. Maar dit zijn alleen maar restaurantjes hier. En hier hebben wij vorig jaar ook al een keer gegeten. En mama mocht vandaag kiezen, hè mama? Jij mocht kiezen. Ik mocht vandaag kiezen en ik heb mama heeft deze gekozen. Ik heb een heerlijke bananencocktail gekozen. Ja. En een steak. Ik neem vooraf paella. Ook lekker. En de hoofdgerecht. Lamskoteletjes. Ja, ze hebben allemaal wel iets anders. Dus dat gaan we straks even laten zien. Dan gaan we nog even naar deze. Hallo. Hallo. Wat ga je eten? Meloen met ham. Ja. En gambas. Lekker. En we hebben wijn. We zijn aan het wijnen, hè? Wijntijd. Nou, het vorige gerecht is er. Ik was al stiekem een beetje begonnen. Ik heb paella. Caesar salade. Is het lekker, mensen? Heerlijk. Heerlijk. Ja? Heerlijk. Zo, nou het hoofdgerecht is er ook. Garnalen, lekker. Sorry, this is for the chef. Yes, thank you. En Roy, mama hebben entrecot. En papa heeft lekker... Wat neem je dan als je in Spanje bent? Ja, spaghetti. En ik heb lekker lamskoteletjes. Nou, eet smakelijk. Zo, goedenavond allemaal. We zijn hier in Spanje op de kermis. Een leuk draaimolentje met autootjes, hoe leuk is dat? En een zweefmolentje, ook heel erg leuk. Maar het is wel voor kinderen, dus ik kom helaas niet in. Kijk, de rest loopt hier voor me. Schommelboosje, ook heel leuk. En het leukste vind ik toch dit. Dat is een luchtballon, gaaf. Jammer dat ik er niet in kan, maar ik vind het wel heel leuk. Nou, hier hebben we een soort bootjes. Ik ken de kinderen in. Heel leuk. Ja, staat erop. Kijk, moeder zit naast de clown. Pa zit ook bij de clown. Nou, even zwaaien naar de vlog. Hoi, hoi. Zo, een hele goede morgen. Welkom bij dag 2 in Fuengirola. Andere. De trein wakker. Goedemorgen. Dit is toch wel een heel goed begin van de dag. Een heel gezellige dekte tafel buiten. Ik zal even een stukje achteruit gaan. Goedemorgen. Pap, mam. Goedemorgen. Goedemorgen, Laura en Roy. Goedemorgen. Papa en Roy zijn vanochtend al vroeg op pad gegaan om broodjes te halen. En we gaan nu lekker ontbijten. En vandaag hebben we lekker een stranddagje op de planning staan. Dus dat wordt ook heerlijk. Hoe laat is het nu? Het is kwart voor negen. Kwart voor negen alweer. We zijn alweer 2 uurtjes wakker. Wat gaat de tijd wel snel, zeg. Maar goed, ik zie jullie dadelijk op het strand. Zo, inmiddels zijn we
op het strand geïnstalleerd daarachter. En, maar ik ga eerst even met papa een eentje over de boulevard wandelen. Dus neem even jullie de beentjes losmaken. Ja, ik niet, maar hij wel. Ik de armen losmaken dan. Oké. En ik ga jullie onderweg even laten zien wat er hier allemaal te zien valt. Maar het uitzicht is alvast fantastisch. Ook zeer toegankelijk voor Bianca. Ja, het strand is echt overal liggen van dit soort paden. En ze hebben een invalide toilet. En dat ga ik jullie allemaal later nog wel even laten zien. Maar het is echt geweldig. Nou ja, zullen we? Weg. Oké. Okay. We doen het nu even zo. Dan kan ik ondertussen filmen. Straks even van arm verwisselen voor deze halve meter lange. Precies. Nee, maar ik ga straks ook zelf rijden hoor. Maar eerst even een paar dingetjes laten zien en dan kan ik hem weer wegstoppen. Kijk, je ziet daar ook waterfietsjes met glijbaantjes. Zo leuk. Zandsculpturen. Oh, die moeten we ook even filmen. Dat is wat voor onze kleinzoon. Ja, die vindt dat geweldig. Ja, maar daar is hij nog een beetje klein voor, denk ik. Sport. Oh ja, overal op het strand en bij het hotel staan van die fitnessapparaten. Moet je kijken, die zon. Hoe mooi. Dat is echt heel mooi. En deze boulevard is 7 kilometer, dus we hebben nog even te gaan. Oh, dit moet ik wel even... Kijk nou. Hoe gaaf dit is. Het zijn allemaal mensen. Is het nou avondmaal of ja, zo? Ja, avondmaal. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Schilderij van het laatste avondmaal. Wauw. Kijk nou hoe mooi. Heel gaaf. Die meneer heeft het vastgemaakt. Kijk nou. De bouwer slaapt hier. Ja. Ik weet niet of je het tegen de zon in heel erg goed ziet op de camera, maar het is wel heel tof, zeg. Gaat niet, maar goed. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Het ging wel. Heb je het jaartal al gefilmd dat erop staat? Goed jaartal hoor. Dat is een best jaartal. Bianca, de geboortedatum. Overal langs de kant van het strand zie je dit soort bootjes staan. En daar doen ze dan... Even kijken zo. Een beetje donker, maar daarop ligt nu zand. Maar daar doen ze dan kolen op en daar doen ze sardientjes op bakken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er groeien daar soort vingers uit de grond. Het is wel grappig. Papa is daar even in gaan staan. Zo, we gaan verder met de excursie. Dit is het nationale symbool van Spanje. Het land stond er vol mee, maar er zijn er diverse weggehaald vanwege het verzet tegen de stierenvechten. Maar deze mag toch niet ontbreken. Maar hoe laat is het, pap? Heb je een horloge om? Ja. Oh, nee. Ik gok dat het een uur of tussen ergens tussen 10:30 en 11:30, denk ik. Is. Dus. En overal, dat wil ik nog even laten zien. Kijken of we dit zo kunnen filmen. Overal waar je een zijstraatje hebt, heb je heel keurig een afgangetje. Dat gaat niet. Ja, ja, ik hou je van tegen. Even een rondje maken. Invalide parkeerplaatsen overal. En weer van die opgangetjes. Kunnen we daarop zo? Ja, een beetje schuin. Maar jij maar blijft zitten. Ja, ik blijf wel zitten. Zo ja. Nou, hoe handig is dat? Hier staan we voor een bankgebouw met een hele opmerkende naam voor mij. Ik weet niet wat ik me daar eigenlijk bij voor moet stellen, maar ik hoop dat je het kan lezen. Typisch. Zo, we zijn lekker op het strand, zoals je ziet. Lekker zeetje. Ik heb al een lekkere massage achter de rug en mijn zus die is nu. Ik zal het even laten zien. Heerlijk, hè? En hoe bevalt de massage?
Nou, dat is heel mooi. Nou, die massage was echt super lekker. En ik moet nu even naar het toilet. Verder niet veel boeiends. Maar kijk, dit hebben ze hier dus staan. En allemaal van deze houten vlonders. Ja, ik kan niet rijden en filmen tegelijk, want het gaat hier omhoog. Maar dit is dus een hele mooie, grote toilet waar je heel goed met de rolstoel in kan. Nou, deze keer een andere vlogster. Waar heb jij je tas? Ik vlog deze videootje voor Bianca. Dit is Laura. We zitten dit keer bij de Thai, gekozen door Bert. We hebben de afspraak dat we iedere dag kiezen waar we gaan eten. Dankjewel. En Bertie heeft vandaag de Thai gekozen. Dus we gaan heerlijk ervan genieten. Ik heb een hartje. Ze heeft een schattig stukje kroephoek. En hier is Roy. Die heeft ook een lekker stukje koepkoek en we hebben een schattig schaaltje gekregen met allerlei kleurtjes en een klein glaasje bier. Lijkt wel een emmer, maar goed, ze zullen er geen moeite mee hebben, de heren. Ik drink Fina de Verano, Tintin de Verano. En Bianca drinkt witte wijn en Laura heeft rosé. Nee, amber limonade. Nee, Laura, het is rosé. Lekker. En het is weer gezellig druk hier in de straat. Nu is het nog redelijk rustig, maar over een uur zit die straat hartstikke vol. En allemaal mensen die genieten van de vakantie. Nou, bij deze. Ay, qué gran mamá.